Ik ben Zonte van der Goorberg, ik ben 15 jaar, ik kom uit Breda en ik ben een motorracer. De versie die ik doe, om het zo maar te noemen, is gewoon over een circuit heen, wat gemaakt is van asfalt. Het kampioenschap heet het FIM-SEF Repsol. Dat is een kampioenschap die voornamelijk in Spanje wordt verreden, 1 wedstrijd Italië en 2 wedstrijden in Portugal. En daar rijd ik dan in de klasse Moto 3 in mee. En dat wordt genoemd als Junior World Championship, dus vertaald naar het Nederlands Junior WK. En daarbij rijd ik ook nog het Italiaans kampioenschap. Op misschien wel eigenlijk het hoogste niveau wat er te halen is op mijn leeftijd, rijd ik nou mee. In de klasse die ik rijd is er nog 1 andere Nederlander. En de klasse die ik afgelopen jaar reed, dus dat is ook hetzelfde kampioenschap, alleen een klasse lager. Waar ik afgelopen jaar 2e in werd in het kampioenschap, daar rijden nou 3 Nederlanders in mee.